Ik trip wel heel hard. Ik merk zoveel. Ik kan gewoon niet focussen op überhaupt de zin die ik nu aan het zeggen ben. Hoi! We staan vandaag midden in de natuur, want ik ga aan de 2CB! Ja, en 2CB is een tripmiddel met stimulerende werking. Dat betekent dat je je vrolijker en euforischer kan gaan voelen, een beetje vergelijkbaar met ecstasy. Maar je kan er ook echt flink van gaan trippen en dit is allemaal afhankelijk van de dosering die je neemt. Wat ben jij van plan vandaag? Want je hebt al wel ervaring met 2CB. Ja, ja, ik heb het eerder gedaan. Dus ik denk vandaag wil ik wel gewoon een tamelijke trip. Tamelijke trip? Ja, dat is echt gewoon... Dat is een trip, ja. Ik ben Rooster Tripzitter vandaag, dus ik ga er alles aan doen dat het een fijne, tamelijke trip wordt. Maar dat gaat helemaal goed komen, want we hebben in elk geval echt wel een passende locatie. Kun je vertellen waarom we hier zijn? Ja, we gaan het nemen in de natuur en we hebben ook een huisje. En dat is heel chill, want van 2CB ga je trippen en het kan hallucinerend werken. En als je dat neemt op een feestje of in de club, het wordt wel eens gedaan, maar het kan best wel overweldigend worden met al die prikkels. En ik heb ook twee vriendinnen uitgenodigd die al vaker 2CB hebben gedaan. Want ja, no offense, maar op een gegeven moment kan ik me misschien een beetje een loner gaan voelen hier. Als ik als enige niet nuchter persoon hier ben. Dus kan ik altijd even naar hun toe. Ja, sorry. Ja. Dat is goed. Nee, ik had heel veel zin in om jullie te zien trippen. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan gaan merken. Want wat is 2CB precies en wat doet het in je hersenen? 2CB bindt zich aan de 5-HT2C-receptor, die onder andere je waarneming en bewustzijn reguleert. De druk boost serotonine na, waardoor de receptor in de war raakt en met delen van je brein gaat communiceren waar het normaal gesproken niks mee doet. En daardoor ga je trippen. De boodschappen die je hersenen namelijk rondsturen, veranderen, waardoor je dingen anders ziet en op een nieuwe, minder geordende manier gaat denken. 2CB komt voor in pilvorm, capsules en in poeder, dat je dan snuift. Maar het snuiven van 2CB wordt echt sterk afgeraden omdat het fucking veel pijn doet. Oké. Dus daarom hebben wij twee pilletjes voor jou vandaag. Ja, ik ken ze ook echt alleen in pilvorm eigenlijk. Ja. En we hebben deze getest voor je, wat bij 2CB heel belangrijk is. Want naast de werkzame stof kan het voorkomen dat het ook schadelijke en onbekende stoffen bevat die levensgevaarlijk kunnen zijn. En wat ook heel belangrijk is bij 2CB, is dat je weet hoeveel milligram 2CB er in jouw pil zit. Want de werking verschilt best wel per dosering. Bijvoorbeeld een pilletje van 0 tot 15, nou niet 0, 5 tot 15 milligram, dat is een lichte dosering. Ja, dat voelt een beetje euforisch, zoals bij MDMA. Ja. Nou, daarboven heb je een gemiddelde dosering. Dan krijg je die psychedelische effecten waar ik voor ga. En dan vanaf de 25, ja, dan wordt het echt... Ja. Dat is een flinke beuker. Nee, dan ga je de specium echt de pan uit. Ja, dan is de trip ook veel moeilijker om te sturen. Oh, ja. Dat wil ik niet. Nee, dat is goed om te weten. En daarom ook belangrijk om te laten testen. Want wij weten nu dat één pilletje 2CB 11 milligram bevat. Die van ons? Ja. Ja. Dus met deze krijg je een beetje dat effect vergelijkbaar met MDMA waar het over had. Ik moet wel zeggen dat 11 milligram voor een 2CB-pil is best wel aan de hoge kant. Voor één pil? Ja. Ja, ik wil een beetje die gemiddelde trip. Dat is denk ik rond de 15 milligram. Dus van deze pillen betekent dat dan anderhalf. Oké. Laten we een gezellig plekje gaan zoeken. Ja. Twee goede vrienden trippen dus graag mee, maar liever niet herkenbaar in beeld. Ik heb er zin in. Ja, ik zie het. Ja. Oh, gezellig. Ik ben ready. Ben je blij met de setting? Oprecht, echt heel fijn dat je en natuur hebt, maar dat je ook een huisje hebt om als je naar binnen wil. Ja. Je kunt gewoon alles doen waar je zin in hebt. Helemaal goed. Ik ben helemaal gek. Ja. Ik ben wel een beetje nerveus. Maar dat heb ik altijd wel als ik iets doe wat gewoon meerdere uren duurt. Dat je toch een gevoel hebt van ja, je kan niet terug ineens. Je kan niet ineens stoppen of zo. Ik heb deze. Van wie is die, denk je? Van mij of van dief? Ik vind het niet normaal, maar ik ga er gewoon... Oh, doe je het nu al? Ja, ik ga er gewoon. Oké. Oké. Oh, sorry. Cheers. Cheers. Oké, ja, die zit erin. Wat smaakt het? Ja, niks. Smaakt naar niks? Nee. Oh, ik zag dat ik ecstasy echt niet lekker vond. Ja, dat heeft best een intense smaak. Nee, dit is gewoon, ja, of ik heb hem zo snel in mijn mond gedaan. Oké, en dan de tweede. Oh ja, cheers. Oh ja, tweede. Cheers, mate, cheers. En dan hou ik dus een stukje over. Dat je doet hem er... Oh, dat deed je mooi. Kom maar. Oké. Okay. Alright. Nu kunnen we niet meer terug. Wow, hij zit heel in de video. Ah! Oh.
Happiness is a journey, not a destination. Ik wilde even wat zeggen. Ja. Nou, ik merk wel een beetje dat ik een soort vlinders in mijn buik heb. Oeh. Ja, dat heb ik normaal niet als ik naar jou kijk. En ik ben de hele tijd een beetje aan het giechelen, meer dan normaal. Oké, gezellig. Het werkt dus een beetje. Het werkt een beetje. Denk ik, ja. Ik voel gewoon dat ik steeds wat... Ik begin ook wat lastiger te praten, merk ik. Dat merk ik niet. Nee, dat merk je niet, hè? Nee. Oh, wat goed. Oh, zo. Zie je dat? Dat lijkt me ook af. Ja, oké. Okay. De concentratie die wordt steeds minder. Als je nog iets wil vragen, zou ik het nu doen. Nee. Voor de rest van de avond. Zometeen niet meer. Ja, en ik denk dat ik dingen echt steeds grappiger ga vinden. Oh ja, en mijn zicht begint ook een beetje achter te lopen. Heb je dat ook? Ik space me echt van zo hard. Oké. Okay. Nou ja, weet je wat grappig is? Toen ik voor het eerst een tripmodel deed... Praat is moeilijk. Toen ging ik ook telkens dingen halen zoals lampjes of glitters... waar je denkt, daar ga je op focussen, toch? Ja. En uiteindelijk ging ik letterlijk een framboos trouwen. Je kan van tevoren niet inschatten waar je goed op gaat. Waar ga je nu aan, beetje? Wow. Nou, ik merk al dat ik mijn handen niet helemaal begrijp. Misschien ze bewegen wel. Nou, ik weet. Oké, de effecten zijn... Kijk thuis. De effecten zijn daar, dus we gaan binnen verder trippen. Goed om te weten is dat als er in jouw familie angststoornissen en psychoses voorkomen, of je weet van jezelf al dat je er gevoelig voor bent, is het slim om geen 2CB te gebruiken, want tripmiddelen kunnen dit namelijk uitlokken en dat is niet chill. Ik kan me denk ik alleen hier even op focussen. Wow, weet je wat ik maar wel zie? Ja, ja, ja. De hele vloer die beweegt. Ik zie allemaal kleurtjes en vormen en... Wow, wow. Wat zie je voor kleuren? Wow, ik zie gewoon allemaal geometrische en bewegende en kleurtjes op de vloer. Oh. Welke kleuren zie jij? Was het tegen mij? Ja. Wat zei je? Wow, nou het is niet één bepaalde kleur. Het is meer dat je alle groen en roze en zo om alles heen ziet. Maar ik zie echt allemaal driehoekjes hier draaien. Ja, ja, ja. En dat, maar dat gaat dan heel... Allemaal driehoekjes? Ja. Hierom is het denk ik ook nice om het in de natuur te doen. Want alles wat natuurlijk is, dat krijgt een beetje die vormpjes. Maar als ik naar buiten met een lamp? Naar dit kijk, dan denk ik nee. Ja. Maar natuur... Naar buiten. Nou, dat vind ik nou wel weer een hele grote stap. Ja? Ja. Dat is echt de great beyond nu. We hebben de natuur naar binnen gehaald. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Kun je die ook weghalen? Nee, ja. Alsjeblieft. Oh, ja. Oh. Roos is al aardig aan het trippen en ik heb van tevoren verschillende truien meegenomen om te kijken of ze het door heeft. Maar ik weet eigenlijk niet, oké, wat als ze dan zegt, wat, had jij net iets anders aan? Zou ik dan gewoon zeggen nee? En dat ze dan ineens, wow, ik zweer je trui is nu oranje. Maar misschien heeft ze het ook niet eens door, hè? Kan het? Oh, jij is schommelt. Ik ben nu de hele dag. Hey. Hallo, hoe gaat het? Hoi. Is dit gewoon jouw standaard antwoord? Hoe gaat het? Ik voel me wel een beetje... Ik heb zo'n gevoel in mijn buik dat, je zo, dat alles vast zit. Ja, dat heb ik ook. Zo'n knoop. Ja. Zo, dat je denkt, ik ga kotsen, maar je gaat niet kotsen. Nee, maar schoon. Ja, dat is een chille trui. Die had ik net ook. Dit is gewoon die grijze van net. Huh? Echt? Ja, dit zat toch ook in. Nee, dit is toch oranje? Dit is oranje. Nee, dit is die grijze. Nee, niet, dit is oranje. Nee, je lult nu. Ja! Deze is oranje. Nee, dit is die grijze van net. Nee, dit is een oranje. Oké, dit is die grond, vond je normaal? Maar dat mijn trui een andere kleur heeft, kan niet. Oké, dus het is wel een andere trui, even voor de record. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
Het is heel gezellig buiten. Ik merk echt aan Roos dat ze moeite heeft met zich focussen en dat haar gedachten echt super snel gaan. En dat is wel een ding aan 2CB. Het versterkt je gevoelens en je gedachten gaan snel. Maar het kan dus ook goed voorkomen dat je wat vervelendere gedachten merkt. En het ding is dat het dus best wel te sturen is. Dus als je dat bij jezelf merkt, probeer naar iets positiefs te gaan. Zoek een plaatje of een foto op waar je vrolijk van wordt. Zet vrolijkere muziek op. Geef het aan je tripsitter die je hopelijk weer naar een positievere stemming kan brengen. En dan komt het weer helemaal goed, hè jongens. Wow, ik zie allemaal glitters. Echt? Wow, doe dat nog eens? Nee, dat met je vingers. Wow. Wow. Wij zitten hier zo te kijken. Ik zie zilveren glitters. Gaat het? Ik trip wel heel hard. Ik merk zoveel. Ik kan gewoon niet focussen op überhaupt de zin die ik nu aan het zeggen ben. Ik zie nu honderd glitters en kleuren. En ik zie heel veel patronen door elkaar. Kijk hier naar Roos. Kijk, je ziet een soort van die poppetjes die zeg maar zo aan het rond een vuur aan het dansen zijn. Ja, klopt. Roos gaat heel erg op en neer in emoties en net voelde ze zich gewoon niet fijn. Dus ik heb er knuffeltje, vieze ding uit haar bed gehaald en die ga ik naar haar brengen. Dus hopelijk vrol ik dit er een beetje op. Oh. Soms moet je gewoon even janken, dan komt ze er allemaal uit. Ja, dat hielp wel. Hey, je bent van plek verwisseld. Ja, dat is blijkbaar ook al een hele oplossing. Kijk, Roos is nu opeens blij, nu ben ik aan het Nou, want ik zie de hele tijd wat jullie aan het doen. Dan ben ik de hele tijd bezig met binnen en zo. Met shit. Dat is geen binnen. Dat is een van de tips ook voor andere jongen. Ja. Ga even echt anders. Ik heb allemaal leuke dingen voor jullie binnen staan. Ja, allemaal Harry Styles. Oh my god. Zo, ik voel me echt bejaard. Zo. Wow. Hoe lang heb ik daar gezeten? Oh, joh. Oh, dat is je hand. Oh, doodeng. Wat vind je eng? Ja, ik weet nou niet of ik dit heel eng of heel schattig moet vinden. Dit is een soort kinderfeestje. Jij bent net een beetje klein kind. Wow. Oh, er gebeurt heel veel. Maar dat is vaak ook met honden. Dan denk je, ik koop allemaal speeltjes en zijn ze het blijst met een wc-rol. Dan ben je met een beetje mijn hond. Ik ben letterlijk een hond nu. Ja, je bent gewoon blij met de wc-rol. Je hoeft al die poespas niet. Hè? Ik zie de haartjes. Ik zie niet iets wat er niet is. Maar wat er is, dat zie ik anders. Hey. Nou, beter gaat het niet uit. Dat is avond, hoor. Is dit kinetisch zand? Ja. Oh. Zo, dat kwam er makkelijk uit. Ja. Kinetisch. Oei, oh, daar struip ik even de mouw voor op. Een soort balzak. Het beweegt maar heel klein beetje maar. Ik vind het wel chill dat het nu wat minder intens is allemaal. Dat ik door de bevalling heen ben. Ja? Ja, ik moet even van mezelf bevallen. Net vond ik al alles wat ik zag, begreep ik niet. Alles wat ik hoorde, snapte ik niet. En dan had ik een gedachte, maar dat snapte ik dan ook alweer niet. En dan, dat was gewoon even te veel. Je had het gewoon allemaal nog niet zo ervaren. Het was wel intenser dan ik het eerder heb gehad, denk ik. Mijn meest intense trip ooit. Ik denk dat ik bed ga als jij deze niet opzet voor de rest. Roos maakt misbruik van de situatie. Ze zeggen bij alles, dit, anders ga ik bed. Weet je, ik ben hier voor jou, hè? Ja, dit is wel gepakt. Dit is wel echt snel, hoor. Nu maar wel recht op, anders ga ik bed. Oh my god. Ik plas in mijn broek. Jullie zijn zo kut. Het voelt echt alsof ik de clown op het kinderfeestje ben. Ik doe deze domme bril even op. Zo, ik ben heel blij dat Roos weer kan lachen en dat de trip nu weer de goede kant op gaat. Want net buiten vond ze het even veel te heftig allemaal. En ik merkte ook aan haar dat ze moeite had met de goede kant op sturen. En daarom is het zo waardevol om een nuchtere tripsitter erbij te hebben. Omdat, het is lastig om er zelf uit te komen. En wat belangrijk is, is dat je gewoon even de setting verandert. Gewoon even nieuwe prikkels,
nieuwe impulsen, zodat je niet helemaal in die neerwaartse spiraal terechtkomt. Want het komt goed, het gaat vanzelf weer over. En net even die verandering van setting kan je weer de goede kant op helpen. Here we go. Dit beweegt toch als je hier naar kijkt, deze pizza. Oh. Het voelt echt. Dit is geweldig. Niet alsof je het kan eten of zo. Heel landschap. Laat maar tekenen. Vind je dat lekker naar ruiken? Wat gaat er door je heen? Wow. Wel knoflook uit. Elke keer als ik iets proef, dan denk ik een half seconde later: oh ja, ik eet. Dus die vertraging erin, daardoor ben je telkens verbaasd. Ja. Smaakt het ook anders? Nu had ik het weer. Dan proefde ik iets en denk ik heel even daarna, oh ja, ik eet pizza. Auw. Oh. Dus je merkt dingen en daarna kun je het pas verklaren. Beetje zoals jij. Nou, dit is precies hoe ik die van net zag. 1, 2, 3, 4, I'm okay. I got sunshine in my day. Jongens, we zitten nu al 5 uur in de trip. 5 uur. Oké, ja. Dat voelt als 10. Ja. Hoezo dan? Oh, gewoon zoveel prikkels. Ik zal alles niet begrijpen. Dat kost heel veel energie. Dat lijkt echt alsof ik uren bezig ben geweest. En hoe voelt dat nu dan? Ik vind het gewoon heel chill dat ik alles weer snap. Ik vind het wel chill om weer geland te zijn. Hoe was het voor jou? Ik vond het heel interessant. Maar vooral inderdaad omdat jullie door zoveel verschillende dingen heen gingen in zo korte tijd. Eigenlijk, of nou ja, het was wel een paar uur. Maar wel, het was geen eentonige trip in elk geval. Ja, ik zou nu gewoon nog even een paar uur blijven chillen. En ik denk dat we straks gewoon even films gaan kijken of zo. Ja. Het is de avond na de 2CB-trip. Ik ben nu pas thuis omdat ik de hele dag nog in Nunspeet ben geweest. Dat is waar het huisje was. En mentaal voelde ik me eigenlijk helemaal oké. Fysiek was ik een beetje moe. Wat ik wel merkte is dat... Ja, dat heb ik altijd wel met psychedelica. Dat het soms zo heftig is om dingen niet te snappen. Het is heel leuk om dan alles zo grappig te vinden. Om zo dom te zijn dat je niet snapt wat je in je hand hebt. Dat je denkt van, hé, wat is dit? Maar... soms is het ook zo intens, vooral bij deze trip. Want dit was mijn heftigste 2CB-trip tot nu toe. Maar dan merk ik wel dat het heel chill is om weer te landen op een gegeven moment. Op een gegeven moment denk je wel van... ik ben uitgeput van alles grappig vinden en alles niet snappen. En het was vooral heel chill om samen te kunnen landen. Dat is echt een tip die ik nog mee zou willen geven van... stel je doet psychedelica... zorg dat je ook aan het eind, als het uitgewerkt is, nog met mensen bent. En niet dat iedereen gaat slapen of weg moet, dat je dan alleen bent. Dan kan je heel erg gaan malen, je misschien down gaan voelen. En voor mij was het heel chill om zo nog heel lang te kunnen landen, samen dingen kijken. Ja, dat maakt het voor mij echt perfect af.